Erik, het bewogen jaar van NEC 2021. Veel gebeurt, veel hoogtepunten, veel dieptepunten. Laten we eerst maar eens even bij een van de hoogtepunten, misschien wel het hoogtepunt van 2021, de promotie. Uh, want lange tijd zag het er eigenlijk helemaal niet naar uit hè, dat NEC ging promoveren. Nee, dat is ongekend. Dat is ongekend. Ik, moet, ik kom 50 jaar hier bij de Goffert. En als je ziet uh, wat wij nu meemaken hier in, in Nijmegen, dat... Uh, ja, dat was zo'n spontaan feest. En ik moet zeggen, ik heb veel promoties uh, meegemaakt bij NIC, maar niet op zo'n manier. Ook nog eens een keer een doelpunt te maken, ook Ita, die veel kritiek kreeg. Ja, nou goed, kijk, dat is het mooie van de sport. Het is zo onvoorspelbaar als het maar zijn kan. Want uh, Okita werd natuurlijk hier de grond in geboord in Nijmegen. En als je kijkt wat hij dan in, in de na-competitie doet voor, uh, voor de club. Maar als je zou zeggen: en hij gaat promoveren in 2021, ja, dan zou iedereen je gewoon hardhandig uitlachen. Ja, maar had jij dat geloof wel? Nee, heel lang niet. Laten we eerlijk zijn, want uh, er was ontzettend veel kritiek uh, op, uh, op hoe wij het deden in de eerste divisie. En dan uh, komt in één keer Lasse Scheune terug. Ja, nou goed, kijk, ik denk dat het toch wel te maken heeft met de komst van, uh, van Ted Verleeuwen. Van Je ziet gewoon dat uh, dit soort mensen hebben een uh, dusdanig uh, netwerk in, in Nederland, maar ook in Europa. Dat je wel zulke mensen binnen de muren moet hebben. om continuïteit te krijgen in de eredivisie. Zijn ze nu echt die stap aan het maken, vind jij? Nou, dat hoop ik wel. Ik, kijk, lange termijn in, in, in betaald voetbal is altijd moeilijk. Het gaat vaak om de korte termijn. Maar ik vind wel dat dit soort mensen wel ervoor kunnen zorgen dat wij, dat wij een blijvertje worden de komende tien jaar. Alleen we zijn wel afhankelijk van, van het stadion. En ik hoop ook dat er, dat er actie wordt ondernomen. Dat wij zo snel mogelijk in een veilig stadion zitten. Maar dat wij ook zo snel mogelijk. A la Herakles, een, 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 een lijn erbovenop zetten. Ja. Waardoor wij echt met clubs als Heracles, Groningen, Herenveen ja. kunnen wedijveren. Want ik vind dat NEC hoort in dat rijtje. En dat bewijzen we dit jaar ook in de Eredivisie weer. Het dieptepunt was misschien ook wel weer het hoogtepunt, want dat was de derby. Daar leefden we allemaal ontzettend naartoe. Jij zat, denk ik, ook in het stadion. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat, 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 dat lijkt wel een film. Ik bedoel, dat, dat realiseer je niet. Dat, dat, zoiets gebeurt gewoon niet. Maar ja, als je ziet dat er hoeveel mensen daar op dat moment op, op die tribune aan het stampen waren. Ja, je verwacht dat het het houdt. Maar uh, uiteindelijk mogen we heel erg blij zijn dat er, dat is, dat er geen gewonden zijn gevallen. En, maar goed, uh, het heeft NIC natuurlijk niet, niet veel goeds gedaan. Integendeel, eigenlijk alleen maar uh, uh, slechte publiciteit opgeleverd. Dan gaan we even naar de technische staf. Uh, want ja, een, een trainer die. Uh, promoveert, uh, die gooi je die niet uit. Dus het was eigenlijk wel logisch dat Rogier natuurlijk bleef zitten. Uh, hoe doet hij het zijn eerste jaar zo uh, in de Eredivisie? Nou, goed, het is natuurlijk een collega van mij en uh, collega's vallen je natuurlijk nooit af. Maar in tegendeel, uh, Rogier doet het natuurlijk geweldig met NEC en ik denk dat hij op het juiste moment uh, is, is ingestapt. In de club, binnen de club als hoofdtrainer. Nou, dan moet je natuurlijk altijd wat geluk hebben. Nou, misschien een wat moeilijke start gehad. Maar uiteindelijk uh, gelooft hij in zichzelf. Hij is zichzelf en hij weet dat hij keihard moet werken en dat hij goede mensen om zich heen moet uh, verzamelen. En ik denk dat hij dat op dit moment gewoon hartstikke goed voor elkaar heeft. Dan denk ik een lastige, want uh, wie is voor jou nou de speler van 2021? Nou ja goed, ik vind met name de, de revelatie van Okita in, in de tweede helft van de keukenkampioendivisie. Die vond ik fenomenaal. Maar ik vind wel de tweede helft van het seizoen 2021, dus de, dus de, de eredivisie. Ja, en dan gaat voor mij toch wel de credits naar, naar Lasse Scheune en, en Barreto. Want dat zijn toch de twee jongens die, die anderen beter doen laten voetballen. En die op de goede plek staan in het veld. En die kunnen gewoon het elftal naar een hoger niveau tillen. En ik denk met de ervaring die zij hebben. Ja, die is voor, uh, voor, voor dit NEC van onschatbare waarde. Ja, wat mij ook opviel. is eigenlijk uh, de jonkies, om het zo maar eens te zeggen. dat die ook wel makkelijk mee kunnen in de eredivisie. Als je kijkt naar Bart van Rooij, uh, Dirk Proper. er zijn jongens die toch ook heel makkelijk de eredivisie aankunnen. Nou goed, ik, bij Dirk had ik dat wel verwacht. Want Dirk heeft natuurlijk. Uh, uh, een beetje Frenkie de Jong kwaliteit. Hè? En die komen nou eenmaal in de eredivisie beter tot zijn recht dan, dan in de divisie. En, en de beide backs die hebben zich ook gewoon prima doorontwikkeld. En, maar die trekken zich op aan, aan de hiërarchie binnen het elftal. En de hiërarchie binnen het elftal moet altijd kloppen. En, en de hiërarchie bij NIC klopt gewoon. Dan kijken we een beetje vooruit Erik naar uh, ja, de eredivisie 2022. Waar gaat NIC eindigen volgens jou? Nou, ik heb net nog even goed naar de stand op de ranglijst gekeken. Ik denk wel dat het moeilijk wordt voor NIG om zich te mengen in de top 8, top 9. Want daar zit er toch wel een gaatje tussen. Dus ik denk dat NIG voor een plek 10, 9 zal gaan spelen. En ik denk ook dat we, dat, dat we het dan ook gewoon prima doen. Ja, dankjewel Erik. Graag gedaan.